Hey boyo's en girlo's. Het is aflevering 49 van Assassin's Creed Odyssey op mijn channel en ik start met dit filmpje Snelvuur. Een compleet nieuwe skill die aan de game is toegevoegd sinds Expansion 2. Of nou ja, hoe moeten we het zeggen? Dat kan je zien naar de winkel. Ik zal even snel naar de winkel gaan, want ik moet wel op de goede naam natuurlijk kunnen komen. Het zijn add-ons. En het is... de nalatenschap van het eerste mes. En dan heb je dus episode 1. En nu is episode 2 uitgekomen. En episode 2... ja, dat brengt dan elke keer een nieuwe vaardigheid met zich mee. Of zoiets dergelijks. Het is in ieder geval vet. Ik ben er nog niet aan begonnen zelf. Dit is hoe die begint. En dan krijg je episode 1 en episode 2. Ze zijn wel geïnstalleerd allemaal, zoals je ziet. Ik heb simpelweg gewoon nog geen tijd voor gehad. Omdat de serie zo groot is. En ik gewoon eerst de game wil uitspelen voordat ik aan DLC begin. Logisch is dat. Maar dit is dus de nieuwe skill die is toegevoegd. Snelvuur. Een soort bijna... assault rifle maken van je fucking pijl en boog. En hier werd ook naar gevraagd de vorige keer. Yo, Dana, hoe kan het dat jouw lijken verdwijnen als je ze stealth killt? Nou, dat is deze vaardigheid. De doodsluier. En die is dus door Expansion 1 toegevoegd aan de game. Wat we vandaag gaan doen in deze aflevering 49. Hier, je ziet de game het ook aangeven. Nieuwe vaardigheid is beschikbaar. We zijn level 43 en we gaan met een kampioen afleveren. De vorige aflevering zijn we bezig geweest met het maken van die olie, toch? Voor Testicles. De arena vechter. Nou, het is niet echt arena vechter. Het is een... wat voor vechters zien we dat ook staan? We zien het niet staan. Hij beoefent een bepaalde sport. Het is een sport tussen worstelen en kickboksen of iets dergelijks. Nou, moet hij weten. En voor hem... hebben we hem speciale olie aangemaakt. Een olie waarmee zijn lichaam ingesmeerd moet worden. Want zo presteert hij het best. Right? En dat was olie van Athene, opgewarmd met wat rozenblaadjes. En zo kan hij Olympisch kampioen worden en brengen we Sparta naar de overwinning. En dat is de eerste opdracht van een van de koningen. Ik hoop dat jullie het nog kunnen herinneren. In deze aflevering 49 gaan we dus verder. Met die hele questline. En gaan we proberen Testicles te vinden. Let's set sail! Never thought I'd actually get to see the Olympics with a champion. No can't less. See the appeal. Everyone coming together peacefully in friendly competition rather than on a battlefield. You'd think they'd just kill each other like everywhere else. That's the magic of the Olympics. Maar ja, het riskante aan deze opdracht is dus dat we niet weten welke van de twee opdrachten. Eentje is maak een overwinning van Sparta en Athene. En eentje is win de Olympische Spelen. We weten dus niet wat de nep quest is. Want een van de koningen is een corrupte scumbag en werkt voor de secte. Dat is natuurlijk ook ons onderzoek. Dat is waar we achter moeten zien te komen. En ja, ik hoop overigens ook dat Mirini en ik ons huis terugkrijgen in Sparta. In ieder geval van harte welkom. Episode 49. Dat is hoe de game... gaat vervolgen en hoe de afleveringen verder gaan. Dus we gaan nu naar, als we linksbovenin kijken, Testicles. Hij is in Mycenae. Het is een nieuw gebied waar ik zelf nog nooit ben geweest. Het is hier, als het goed is, rechtsom. Oh, mijn markering is verdwenen, dus ik vaar nu naar helemaal niets toe. Laat ik dat ook even neerzetten. Ik had namelijk een gokje gemaakt, de vorige aflevering, kun je het nog herinneren? Dat hij hier ergens op een eiland zou zijn. Al hier is Mycenae. Is hij dan hier op dit eiland? Onder de baai van Hades. Ja, kijk, als je zo kijkt, dan horen die twee eilandjes eronder, horen er wel bij. Deze is... niks. En dit is wel echt een eilandje. Dus ik gok dat hij daarop aan het trainen is. Onder de baai van Hades. Zuidelijke deel van de baai van Hades. Ik ga er maar vanuit. Maar omdat de game heeft uitgestaan in de tussentijd, weet je, het is weer een andere dag waarop ik ben verder gegaan met opnemen. Dus dan is de markering die ik had aangezet, die is weer verdwenen. Maar ik denk wel dat ik gelijk heb trouwens met het eilandje. Ik ben het natuurlijk niet 100% zeker, maar juist omdat die gast zei dat hij afgezonderd van de mensen op een eilandje aan het trainen was. Hij is op een heel klein eilandje naast het scheepswrak van Nestor.
Oh, naast de scheepszak van Nestor. Die foto die wij net zagen. Die gaf een scheepswrak aan. Daar is een Spartaanse vloot. Zo, pittig wild zeetje wel. Kijk, daarboven is echt sneeuw, jongens. Hoe nice. Sneeuwberg in Griekenland. Never knew. Maar daar wil ik wel echt eventjes heen, man. Lijkt me heel sick. Ben ik wel iets te koud voor gekleed met mijn jurkjes en mijn blote benen, maar goed. Heel irritant lied. Kijk die lichtjes daar in de verte. Het is net of ik op vakantie ben, je. Zie je, ik ben dichtbij. Dat moet be Testicles. Yep. En daar is het scheepswrak. Dan ga ik eerst naar het scheepswrak toe als jullie het niet erg vinden. Get that sail up! Stop here! Oké, okay. Nou, twee schatten. Chill. Zoek Testicles en praat met hem. Helemaal afgezonderd van alle mensen is hij hier dus aan het trainen voor het Olympisch kampioenschap. Apart. Apart gevalletje. Eerst gaan we even dit doen, zodat deze locatie meteen is afgerond. Oh, het ligt echt in dit stuk. In het wrak. Wow, slangenboegbeeld. Dat is wel nice. Dat is zeker nice. Boegbeelden vind ik altijd wel heel sick, hoor. Oké, jongens. Een kampioen afleveren. Ik ben heel benieuwd hoe die guy gaat reageren. Ik verwacht echt een complete freak, namelijk. Just another drink. For fortification. Improves the stamina. What do you want from the great champion Testicles? Can't you see I'm busy? I'm here to take you to the Olympics. Olympics? Fuck yeah! I'm going to be the champion! Champion! Cause I'm Testicles! Good. Let's set sail. Oh no. Can't possibly go now. Training, see? And I don't know if I'm up to going sailing on your booty. What is deze guy? I have something for you. A certain oil. My oil? Oh, I could kiss you. No, you couldn't. I've got your oil. You'll get it when we arrive. That's not fair! You don't want to use your special oil before the big fight, do you? Good point. Very good point.
Let's get you to the Olympics then, huh? To the Olympics! The people need me! Well, we going? He better fucking win. He better fucking win. Deze gast dus... is dus niet helemaal in orde. Gewoon geestelijk niet helemaal 100. Maar voor de rest één spiermassa. Gewoon één dikke spierbundel waar ze misbruik van maken. Want hij is echt niet helemaal 100, die guy. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij zo afgezonderd aan het trainen is. Hij was gewoon aan het zuipen trouwens. Wordt heel apart. Ik heb hem ook lekker gemanipuleerd door te zeggen... Hé man, ik heb je speciale olie, maar die krijg je alleen als we aankomen op locatie. Daag! Ja, dat was wel grappig. Keep your opponent off guard. Good strategy. Strategy is for people who don't hit hard. Jongens, waar gaat de markering heen? Kan ik überhaupt zo varen zoals ik wil varen? Ja man, hier is de Olympische Spelen. In Elis? Wat zijn dit voor missies? De menselijke maat, het gezicht van geloof. De voorstelling gaat door. Het spel met... Wat zijn dit voor missies? Ik snap er helemaal niks van. Er zijn blauwe missies toegevoegd. What the fuck? Hoezo? Me not getting it. Wat zijn blauwe missies überhaupt? Ik heb ze nog nooit eerder gezien. Oké, we varen dus nu echt langs hele stukken land die ik nog nooit heb ontdekt. Alleen om hem op te halen en naar het Olympisch kampioenschap te brengen. Ze hebben wel echt een groot Griekenland neergezet hoor. Het is wel echt een bizar grote game. Waardoor je dus ook dit soort rare autosaves krijgt. Ik ben benieuwd. We varen er gewoon lekker heen. Het ochtendzonnetje komt op. Het is een prachtige game. Ik upload in 4K, dus jullie kijken het net zo prachtig mee als het goed is. Ik zat trouwens recent mijn eigen video's terug te kijken in fullscreen. Nou, toen was ik wel echt blij met mijn render settings hoor. Damn. Want gewoon zo mooi als ik het nu op mijn tv zie, zo mooi is het ook gewoon op YouTube. Maar ja, dan moet je het natuurlijk wel in 4K kunnen kijken. Ik vraag me echt af waarom we zo enorm ver moeten varen. Helemaal links om het stuk land heen. Naar een compleet nieuwe provincie of area die ik nog niet heb ontdekt. Waar dan ook nog eens blauwe missies zijn. Zullen we die gewoon doen? Ik heb het gevoel dat ze belangrijk zijn. En dat ze misschien wel verdwijnen na verloop van tijd. Een soort community missies ofzo. Zo, die golven zijn irritant. Ik ben echt niet vooruit te branden. Nou ja, we zijn er bijna. Wow, deze golf. Bam! Waarom krijg ik af en toe na verloop van tijd 1965 XP erbij? Weet je hoe vaak ik dat krijg? Snap ik echt niet.
Ben ik gewoon helemaal niks aan het doen. Zoals nu varen op zee, krijg ik opeens 1965 XP erbij. Like ok. Prima. Atheense schepen, spannend. Nou jongens, nog meer sneeuwbergen daar recht voor ons neus. Maar ook echt veel, daar is echt veel sneeuw. Daar kan je gewoon... daar kan je gewoon een andere game in rennen. Dat is ook van Ubisoft. Als je daar op die berg gaat, dan kan je gewoon Steep spelen. Nika! I'm gonna win! Are you excited for the games, Alexios? Thrilled. Sparta! Woo! Stand, warrior, stand. Even in sand, our spirits soar on high, for a Spartan never truly dies. Huh? It's a poem, a Spartan poem. Sparta! We hebben echt de domste guy ter wereld meegenomen. Elise! Oh my god, kijk eens wie er staat! Maar natuurlijk, de grootste gay van de game. Welcome to the Olympic Games! The party has officially begun! Alcibiades, I'm surprised you're wearing clothes. The day is young, little goat. Are you here to compete, Alcibiades? Of course. I enjoy other physical exertions from time to time. Sure. Oh my god, dit gesprek. Who do you think will win the most races this year? I will! Athens will surely rise to the occasion. I say Messenia! Has the sea air addled your mind? Sparta always takes Pancratio, and many others too. You might know a lot about the past, but you know little about the future. Who's that? That is Thorievs, the reigning champion. He's bloodthirsty, competitive, and has endurance to spare. Jealous? I don't think so. We haven't come all this way to stand on the dock. Quite right. Should you ever need a personal sparring partner? You? A skinny little Athenian? I'm the champion! Or gonna be? Sparta! Oh, a pity your brain isn't as big as your muscles. Let's get going. I need to be oiled before I go to the games. Well, I would have been happy to assist if you were in any state to compete. I likes to be oiled. Well, that's obvious. Yeah. You know us. Come here. Gives us a hug. Surely he can swim. Nee! Well, it looks like you're the champion now, huh? I can't believe he's gone. Unprecedented. What the fuck? Hij is meteen opgevreten. Stepping into a dead man's sandals. Your testicles isn't even digested yet. Oh, come, dear Lexi. Show them what you're made of. And show me while you're at it. Where do I go to fight in the Pancration?
The stadium in Olympia, naturally. I do love a good rough and tumble. You know people die in these events. What else goes on apart from the Pankration? There's javelin, which, of course, you know how that works. The athlete thrusts the long, smooth spear forward. Yes, I know. And then there's the foot races and the horse races. Sweat everywhere. A delight for the eyes and the nose. I need that wreath for Sparta. If it means I have to compete, so be it. The event doesn't start just yet. We could look around first. Olympia at Truce is quite extraordinary. What the fuck, jongens? Een kampioen afleveren. Gast struikelt. Wordt meteen doodgevreten. Door een haai. What the fuck? Oké. Ja, frappant. Heeft deze guy wel hit detection? Het was zielig dat hij dood is, want hij was eigenlijk heel schattig. Hij was gewoon niet zo heel slim. Zijn hersenen waren niet zo heel groot. Oké, nou ja, jongens. Welkom in Elis. Een heel groot stuk land. Helemaal aan de linkerkant van de world map. We staan in een stadje. Kilini heet het, denk ik, I guess. Hoi, ik ben niet zo goed met Grieks. Maar goed, een Pankration-organisator bevindt zich in Elis. Hij is in het midden van de vallei van Olympia. Hij is ten noordoosten van de altaar van Zeus. Dus als we de kaart erbij gaan pakken en we gaan dit eventjes vergelijken. Dan kunnen we misschien gewoon... Ja, kijk hoe ver ik het land in moet, hé. Vallei van Olympia, altaar van Zeus. Ja, kijk even hoe groot dit stuk land is. Gouden velden. Het is echt heel erg groot, dit land. God damn. Hier hebben we Domor Dilemma. Dilemma, dat is geheimen van Griekenlands eerste DLC, echt allereerste. Ik ben hier nu net aan land gekomen. Als we nou gewoon dit eventjes synchroniseren. Nou ja, synchroniseren, ontdekken. Ontdekken we dit ook meteen. En dan ga ik naar de blauwe missies en daar ga ik mee starten. Want voor mijn gevoel zijn het community missies die ik niet wil missen ofzo. Missies die ik niet wil missen, alright. Oké, allereerst, wat hebben we hier? Pakhuis. Zo, sectewachters. I should be careful. High security here. Een speler heeft een afbeelding naar een van je groepen gestuurd. Wat heb je gestuurd? Indianen. Ja. Oké. Kan ik nu een foto terugsturen? Oké, screenshot naar elkaar sturen. Hij stuurt een screenshot, ik stuur een screenshot. Gezelligheid. Nee, ik ga even natuurlijk Icarus erbij pakken. En kijken wat de hel hier allemaal gebeurt. Het zou pas ziek zijn wanneer hier gewoon opeens een daadwerkelijk sectelid rondloopt. Want dan moeten we hem natuurlijk afmaken. En het voelt best wel alsof ik dat heel erg graag wil doen. Want ik heb voor mijn gevoel qua progressie... nog maar heel weinig gedaan met de secte. That was weird.
Ook mooi. Stuurt hij terug, ook mooi. Terwijl het een fucking bebloed bos is. Maakt niet uit, kan gebeuren. Als jij het mooi vindt, vind ik het ook mooi. Alright, dus niet stealth gegaan dit keer. Oké, er komt er nog eentje aan. Ik vind het helemaal niet erg, want die andere twee hebben nog niks door. Dus nu liggen er gewoon sectelui op een hoopje. Vind ik helemaal niet erg. Ik ga gewoon rustig verder. Want het is zo'n groot gebied. Dat die anderen niets hebben gehoord. Zo, kap van een spoorzoeker. Dat ding ziet er vet uit. Was dat een whistle? No. Zie, het gaat voornamelijk om alle sectenwachters en de kapitein. Oh my god, dat zijn zulke sukkels. Oké, niks. Oké, snel. Hebben we nou alle sectenwachters gewoon nog gekild? Ja, dan is er alleen nog één kapitein. En die is daar. Oh, really? Nou, dan ga ik gewoon lekker weg hier. Ik had wel echt gehoopt eigenlijk dat er... Oh, wat zijn ze aan het doen? En trap er naar beneden! Bam! Fucking sick toch? Nee, ik had wel echt gehoopt dat er een sectelid was, maar helaas jongens, helaas. Gebiedje afgerond.
So, oh really? Er is een heel fort. Een fort met een leider. Nee, laat ik dan lekker daarheen gaan. Dan gaan we dit synchroniseren. Dan gaan we in deze area die blauwe missies doen. Want ik heb bijna nergens blauwe missies gezien. Ik zie er dan toevallig hier nog eentje. Beoordelingstest. Een Corinthe. Blijken wel belangrijke missies te zijn, man. Dus ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Zo kunnen we ook een beetje te paard het stuk land verkennen. Kijken welke vraagtekens er in de buurt zijn, et cetera. Want hier is dus nog een fort. Nou, goed om te weten. We kunnen altijd naar dit stuk fast travelen. En dan hebben we hier dit prachtige stuk land. Tjongejonge. Zo, dit ziet er echt heel mooi uit. Bizar, man. Mooi met die zee zo. Ja, dat is misschien iets leuks om te vragen in deze aflevering. Bijna 50 alweer. Voor alle mensen die dit spel ook hebben gespeeld of nog steeds spelen. Wat vinden jullie nou echt de mooiste locatie, de mooiste stad tot nu toe in heel dit Griekenland wat ze hebben nagemaakt? Wat vinden jullie nou echt de mooiste area? Dat je echt denkt, wauw, daar kwam ik aan, dat vond ik zo mooi. Want daar ben ik dan heel erg benieuwd naar. Want dat wil ik dan zelf ook verkennen. Nou, dit komt wel al in de buurt hoor. Ik vind dit een hele mooie stad. Tjongejonge, dit lijkt bijna op Athene. Ik merk op de een of andere manier inderdaad wel dat de game goed is gepatcht, want hij is veel minder houterig en hakkelig en hij heeft veel minder frame drops. Tempel van Hades, zo. They'll be watching for me. I need to be careful. Wat is deze, hè? Even kijken waar die blauwe missie is, welke er het meest in de buurt is. Die sowieso. We kunnen altijd nog naar die gaan. Nice, ben benieuwd. Er zijn sowieso allemaal vraagtekens ook bij die ik wel meteen in kaart wil brengen. Des te meer XP krijgen we. En omdat het op verkenningmode staat, moet je echt altijd alles gewoon verkennen. Voordat er pas dingen op je kaart verschijnen. Dus stel, er zijn hier nog sidequests in de buurt. De enige manier hoe je die tevoorschijn krijgt is als je gewoon echt naar de gebieden toe bent gerend. Oké, bye. Ik heb al een kapitein vermoord. Oké, ondanks dat het huis van de leider hier is en dat ik de kapitein al neer heb gehaald, blijkbaar. In een snelle, hele snelle move. Is het niet slim om nu al het huis van de leider om me daarmee te gaan bemoeien als we gewoon andere zaken hier te fixen hebben? Ik weet nog niet eens wie hier de macht heeft en wat er belangrijk is wie hier de macht heeft. Dus we gaan de eerste blauwe missie doen. Look at all these people. What do they need in their lives?
some excitement, a little magic. And you think you can deliver that? Magic. Thespis, are you acting in another play? Ali, allo, Alexios, Aristophanes' friend, and my friend too. I'd be nowhere without your support. I suppose if I hadn't carried you out, you might still be in that tavern. On the floor! Thespis had this brilliant idea to put on a play in this town. He's got a reputation as a great actor, so I thought, this could be a huge success. I'm beginning to think I thought wrong. No, no, everything is under control. You keep an eye on the ticket sales, my darling Rodanthe, and my friend Alexios will take care of everything else. I promise you, I know nothing about theater. Don't be so modest. You'll be known as the hero who made Leonidas and his 300 Spartans the play of the century. The play is about King Leonidas. You know, my family... Your family can come, of course. I'm sure they'll be proud to see you. Just help me tell that glorious hero's tale. I'll help Thespis put on the play. The story of Leonidas must have its due. Very well, then. I expect you to deliver. So what do you need done? Bring wine! Not for me, for our audience. So you think the audience won't listen to the tale of Leonidas unless they're drunk? They won't be drunk, just appreciative. Where are you keeping the wine? Well, I had wine, but then the local military commandeered... Hey, I should put that in the script. The Persian commander commandeered the, casks. That's it. Then I'll have to re-commandeer it myself. Where is this commander? He kept the expensive wine and left the rest for his soldiers. An ordinary audience might be content with the cheaper drink. If we serve the best wine, we could get a more sophisticated audience. It might be harder to get to, but worth it. You speak my language! Better wine could mean a more generous crowd. Where are the two places the wine is being stored? Most of it is in the stable of Ares. But the good stuff? That's in Vimiurgi Fort. I'll take care of everything. Really? Meerdere missies afvaart? Ja, dat dacht ik al. Blauwe missies zijn blijkbaar echt grote missies. Ja, ik ga het wel nog doen deze episode, want ik merk dat mijn afleveringen echt lang moeten zijn. Wil ik door dit soort grote games heen komen? Ik had precies datzelfde... had ik met... Red Dead Redemption 2. De verloren halen... Oh, de verloren verhalen van Griekenland. Really? Ah, het zijn DLC-missies. Oh. Ja, kijk als je naar de winkel gaat en je gaat naar je add-ons. Of valt het hier niet onder? Dat zou zomaar kunnen. Ik had toch de geheimen van Griekenland? Of was het niet de verloren verhalen van Griekenland? Ik weet het ook niet, guys. Het zijn in ieder geval wel nieuwe missies. Blauw toegevoegd in de game. En het geeft ook alleen XP en geen wapens. Weet je wat? Ik ga het lekker voor later uitstellen, man. Ik ga toch dan denk ik bezig met... Ik vind het zo moeilijk om het nou doen. Pancration doen voor de Olympische Spelen of deze stomme met wijn halen. En dat fort. Fort Demurgi. Ja, dat is dit fort. Ja, perfect. Het komt wel mooi samen allemaal. Oh, wat irritant. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, laten we maar eerst die wijn halen dan. Weet je, uiteindelijk doe ik het toch allemaal. Het is echt een groot spel, man. Tjonge, jonge. Maar ik moet de volgende aflevering wel echt met story verder gaan. Dus laat ik deze missie nu doen. Dan gaan we de volgende afleveringen met story verder. Oftewel de Olympische Spelen in die gebieden. Die helemaal verder zijn uitgeschreven in Elis. Omdat het gewoon verder in het binnenland is. Het was heel ver. Dus ik dacht, nou joh, het is wel heel ver. Dus dat ga ik niet doen. We moeten wel echt mee gaan focussen. Want anders kom ik nooit door deze game heen. There is the stables.
The wine in there should be good enough for horses, at least. Oké, dit zijn de guards. Hier een schat, daar een schat. Is het gebied ook meteen afgerond? Kijk, en hier zijn de paardenraces. Waar ik nu gewoon mensen zie rennen. Wat de hel. Jongens, waar ga ik die wijn vinden, man? That's the wine Thespis wanted me to bring for the audience. It doesn't smell great. But it should be reasonable. Thank you. Kunnen we het gebied ook meteen afronden? Komt zo'n duur aan. Oh, wat de hel, er zijn zoveel premiejagers. Rot ophouden. Oké, de wijnservice komt eraan gesprint, hoor. Hele mand vol met kutwijn. Dit doet me denken aan The Witcher, man. Hoi, ik ben onderdeel van de play. I found your wine. Wonderful! Our guests will be in a fantastic mood before the play even starts. I sampled the wine. It's not vinegar, at least.
Maybe I can offer some discounted tickets in the poorer parts of town. So, when will I be able to see this play? Well, there's a little complication with the cast. Finding them, I mean. You've lost your actors? None of them showed up at the last rehearsal. And the time before that, they seemed terribly discouraged. Someone might have been too harsh with them. No one will get paid if they don't come back. Exactly. There's three of them in all. They're playing Ephialtes, Xerxes, and Viennikis. I can give you an idea of where they might be. So, who's playing Leonidas? I am, of course. I trust no one but myself to carry the starring role. So Xerxes, king of the Persians, is in your play? Yes, and I found a tremendous actor to play him. He plays marvelous villains. He did mention that the Dispontian ruins were inspiring him. The Viennikis. That was Leonidas' favorite lieutenant. Yes, and played by a charming young fellow. A bit of a nervous type, though. I was surprised when he told me he was going gambling in the great square here in Elis. So the traitor, Ephialtes, is missing. What a surprise. Usually, my good friend Tros is dedicated to his craft. But the last time we spoke, he seemed touched by a certain religious fervor. He said he would pray at the Spring of Piera. I hope the actors turn up. When you find our actors, send them back to me. And do your best to encourage them. Our performance will be terrible if the actors' hearts aren't in it. And that means no one will pay us. Got it. Wow. Oké, missie wel voltooid. Maar nou moet ik die gasten gaan vinden. Wat irritant. Waar ga ik die vinden? Wat mij trouwens wel opviel. Ik dacht dat je en de stal en het andere kon fixen. Maar zo werkt het dus niet. We hadden gewoon die wijn uit de stal niet uit de stal moeten halen, maar uit het fort. Want dan had je betere wijn gehad. Maar goed, dit gaat gewoon verder met drie acteurs die zijn verdwenen. Dus wat we lekker gaan doen, we gaan in de volgende aflevering gaan we sowieso verder met alles wat hier open staat wat betreft story. Dus dit zijn sidequests, dit kan dicht. En zo kunnen er nog veel meer dingen dicht. Zoals DLC en zo. Maar, tjongejonge guys. Ik moet echt verder met de story. Want anders komen we echt niet door deze game heen. En ik wil er nu niet druk achter zetten of zo. Ik wil niet gehaast gaan spelen. Maar ik ben zelf ook gewoon benieuwd wanneer ik deze game uitspeel. Qua storyline. Zodat ik in ieder geval een keer met de DLC verder kan. Want daar raak ik ook benieuwd naar. Dus ik wil gewoon de story gaan doen. En daarop gaan we focussen in ieder geval in de volgende aflevering. Ik ga in ieder geval starten met kijken naar wat dit is. Wow, dat ding ziet er ziek uit, ouwe. What the fuck? Crazy. Ja, dit is best wel heel erg ziek. Nice. Coole uitstraling voor de volgende aflevering. Nogmaals, thanks voor het kijken, guys. En thanks voor het liken. Ik zie jullie de volgende aflevering waar we dus verder gaan met de story. Dit is mijn Alexios nu. En we zien wel hoe de Olympische Spelen gaan verlopen in de volgende. Peace.